Okay. Welkom bij een nieuwe episode van Onder de Loop, waarbij ik dus goedkope producten van AliExpress, Banggood, Action, Hema en dat soort dingen allemaal koop en ga kijken, zijn ze een beetje kwalitatief tegenover zijn prijs? Of heb je gewoon letterlijk meuk in je handen? Dus dat testen we uit en ditmaal hebben wij dus de Roseland Active Noise Cancelling koptelefoon van de Action die maar 20 euro kost. En dat is niet veel. Dus je verwacht natuurlijk, wat krijg je ervoor dan? Is het nog een beetje redelijk of is het echt troep? Nou, ik zal je eens even laten weten. De bouwkwaliteit van dit toestel, echt waar. Voor 20 euro, ik had het niet verwacht. Om heel leuk te zijn, wil ik ook nog toegeven, het voelt zelfs beter aan dan de koptelefoon die ik eerder gereviewd had, die 150 euro kostte. Maar dat was ook een beetje een goedkope China product. Het was oorspronkelijk eigenlijk 50 euro, maar ze hebben er 150 van gemaakt, because dropshipping. Dat was de Rolfstone Focus. En deze van 20 euro voelt letterlijk gewoon kwalitatiever aan dan die koptelefoon. Dus dat is best wel netjes. Wat krijg je nou eigenlijk van deze koptelefoon? Je hebt dus een koptelefoon die ten eerste al kan opvouwen, wat netjes is. Voor 20 euro zou je verwachten dat het gewoon vast zit en niet eens scharniertjes zou hebben. Maar dat heeft het dus wel, nice. En het heeft een metalen band in de koptelefoon. En dat maakt het structureel gewoon een stukje steviger en flexibeler ook. Want plastic, als je dat te veel gaat buigen, gaat het natuurlijk krak breken. Maar hier kan ik gewoon zo doen. En zo, en zo. Natuurlijk hoor je wel even een knekje daar. Dan denk je van, maar Sander, je hebt het nu gebroken, wat is dit? Nee. Ik heb even gemerkt met deze koptelefoon dat dit paneeltje aan de zijkant soms wel eens even los wil gaan. Dus die kun je gewoon zo weer dichtklikken en dan is alles gewoon weer in orde. Wauw, fantastisch. En voor de rest heb je nog een dun rubberen pad waar ik bij me eigenlijk zo'n beetje afvraag of dat genoeg zal zijn voor comfort. Alhoewel deze koptelefoon wel op zich redelijk licht is. En de oorschelpen zijn van leer gemaakt. Het zal wel gewoon nepleer wezen. Ik bedoel, het is 20 euro, dus het zal ongetwijfeld nepleer zijn. En het ziet qua afwerking gewoon hartstikke goed uit. Nogmaals, ik zie koptelefoons van 50 of 100 euro die letterlijk gewoon een slechtere afwerking hebben dan een 20 euro koptelefoon van de Action. En als ik een beetje voel aan de padding, voelt het best wel lekker zacht en goed aan. Maar natuurlijk, zometeen gaan we het even proberen op ons hoofd en dan gaan we even kijken of hij daadwerkelijk comfortabel zit op mijn hoofd. En natuurlijk heeft deze koptelefoon ook een aantal toeters en belletjes erop zitten. Waaronder dus fysieke knoppen, waar ik dus absoluut van hou. Geen touchknoppen, ik heb daar zo'n ontiegelijke hekel aan. Het is altijd het gedoe met de touchknoppen, is je klikt erop en je mist weer en het is verschrikkelijk. Deze fysieke knoppen, I like it, supergoed. Maar ja, hoe zit deze koptelefoon nou op je hoofd? Want als het natuurlijk niet lekker zit, dan hoef je hem in principe ook niet te halen. Dus laten we even proberen. Aan de binnenkant zie je hier een L'tje en een R'tje. Dus dan weet je precies aan wat voor oriëntatie je hem op je hoofd moet doen. Nou, laten we hem even op onze hoofd zetten. Eventjes zo. En één ding wat ik wel vrij meteen merk is dat mijn oren niet precies in de schelp zitten. Maar dat de padding wat meer op mijn oren drukt. Alhoewel het niet een heftige, zware klem is, zeg maar, op je hoofd. Het is op zich vrij subtiel, dus het zit nog steeds comfortabel op mijn oren zonder dat het irritaties brengt. Natuurlijk heb ik het niet getest voor een langere duur, dus dat is altijd weer de vraag, maar zoals ik het nu op heb, zit het best wel lekker. En omdat de oorschelpen niet echt denderend kunnen kantelen, dan zie je ook wel merken dat hieronder, tenminste bij mij, bij de oren, wel wat ruimte ontstaat. Maar het is niet heel storend. Ik heb wel eens erger gehaald. Dus ik zou hier op zich nog best wel prima nog over straat mee kunnen lopen, zeg maar. Ja, laten we gewoon eens even de noise cancelling aankikken en zien of dat een beetje wat doet. Werkt die trouwens zonder dat ik de koptelefoon aanzet? Even zoeken naar de switch. Ja, oké. Oké, dus hij werkt wel. Dus als je niet eens de koptelefoon aan hebt staan. Dus dat is fijn. I like that. En ik merk zelf wel met de noise cancelling, eenmaal als je het aankikt, dat je een diepe tonen van je stem. Dus als ik bijvoorbeeld dit ding nu letterlijk uitzet, dan hoor ik opeens meer bas van mijn stem en diepte. En als ik hem nu aankik, dan opeens is het een wat plattere bende. Dus het klinkt gewoon platter. Dat. Maar nu is de vraag natuurlijk, hoe goed hoor ik de omgeving? Dus ik zal eens even een serie aanzetten op de tv en ik zal eens even kijken hoe goed hij dat kan
ja, ja, kan noise cancelen in principe op zichzelf al, zonder dat ik muziek luister. Dus oké, dus ik heb nu een serie aanstaan en ik zit even te kijken hoe dat een beetje doet. Ja, oké. Eén ding wat ik merk dus, als ik noise cancelling uit en aanzet, is de stemmen hoor je overduidelijk. Omdat de meeste stemmen op een verre afstand, of tenminste via de tv, zijn niet heel diep van geluid. Oftewel, die filtert het niet echt uit. De stemmen hoor je best wel duidelijk nog steeds. Zal ik eens even muziek aan doen en laat ik even weten, hoe klinkt de muziek hier nou op? Wat zijn mijn ervaringen hiermee? En ik gebruik de referentie. Gebruik ik dus mijn Beyerdynamic DT99 Pro op een DAC-systeem aangesloten. Denk je, dat is niet eerlijke vergelijking, maar het is wel een beetje goed ter referentie wat de verschillen daadwerkelijk zijn met iets wat hoge kwaliteit is. Ik zie hier een Erlang 7501684 tussen staan. Zou dat hem wezen? Nee. Het is hem daadwerkelijk ook nog. Dus deze koptelefoon heet bij mij dus Erlang 7501684. Dus heel, ja, daar kun je niet echt goed aan herkennen wat het nou is. En het verbinden ermee duurde ook wel eventjes. Nu ben ik even benieuwd, als ik hem nu uit en aanzet, omdat hij nu gekoppeld is, hoe snel hij dan verbindt. Dus even uitzetten. Dus nu is hij uit. Nu zal ik hem weer aanzetten. Nu is hij aan. Oh, hij verbindt automatisch super snel trouwens. Dus dat is de eerste keer verbinden is even langzaam, maar dan uiteindelijk is hij best wel snel. Oké, dat is prima. Oké, leuk. Nu, de vraag. Hoe klinkt deze koptelefoon nou? Oké, op dit moment klinkt alles best wel plat aan. Er is niet echt veel bas aanwezig. Dus ik ben benieuwd of ik nou noise cancelling uitzet of dat verandering brengt. Dus laten we even verder spelen. Oké. Dus als ik noise cancelling, even duidelijk. Als ik noise cancelling aanzet, dan klinkt alles plat. Inclusief het geluid dat je afspeelt. Dus je omgeving wat platter, maar ook de muziek die je luistert. Dat is wel een beetje een vreemde combi. Maar als je het uitzet, dan klinkt het op zich nog best wel aardig. Voor 20 euro helemaal. Het klinkt best wel aardig hoor, dat is best wel leuk. Dus nu ben ik wel even benieuwd. Hoe klinkt het nou als ik dus mijn koptelefoon gebruik ter referentie? Dan kan ik echt het verschil een beetje opmerken. Ik merk één ding wel, of tenminste meerdere dingen, best wel duidelijk. En op zich was het ook wel te verwachten natuurlijk, omdat de prijsverschil tussen deze koptelefoon en deze natuurlijk wel wat meer is. Ten eerste, de details zijn hier niet echt in te vinden. Laten we dat heel eerlijk bekennen. Ik hoor op deze koptelefoon geen echo in de muziek, in de stem en dat soort dingen. Maar toen ik mijn koptelefoon eenmaal opzette, hoor ik het wel. Ik hoor echo. Ik hoor ook wat meer helderheid in de stem. En het klonk over het algemeen ook natuurlijk een stuk beter. Zeg ik nou uiteindelijk dat dit waardeloos klinkt? Nee, eigenlijk ook niet. Het heeft ook nog wel een leuke bas aanwezig. Ja, om eerlijk te zijn voor 20 euro, dit dingetje. Ik weet niet hoe ze het flikken hoor. Maar letterlijk, het is super goede waarde voor zijn geld. Ja, één ding moeten we alleen nog testen. Hoe doet hij nou daadwerkelijk tegen regen of zweet en dat soort dingen? Dus vocht. Kan je daar een beetje tegen of gaat hij dan letterlijk meteen stuk? Nou ja, we hebben één manier om natuurlijk te testen en dat is natuurlijk regen. Maar als je eens even bekijkt. Het is op dit moment niet echt regenachtig weer. Oftewel, naar buiten stappen. Wil niet echt. Dat zal niet echt veel resultaat bieden, want het is droog en dat heeft geen zin. Maar ja, hoe test ik dan deze koptelefoon op water? Nou, ik heb een hele scientific experiment heb ik dus klaarstaan om te gebruiken. En dat is eigenlijk vrijwel iets wat iedereen in zijn eigen huis heeft. En dat is een douche! Ja, iedereen heeft zo'n mooi experimenteel product in zijn eigen huis. Oftewel, ik kan gewoon letterlijk dit gebruiken en doen alsof ik in regen loop. En ik bespaar jullie de angst
dat ik mijzelf ga omkleden en dat je mijn blote bas ziet. Dus ik ga gewoon in mijn kleding lekker douchen. Dan wordt mijn kleding ook weer schoon en dan kan ik weer een maand verder met deze kleding gebruiken. Nee, joke. Ik doe dat niet. Oké, ik ga even proberen. En we gaan zien of dit daadwerkelijk lukt. Ik zal eerst trouwens even dit microfoontje eraf halen. Oftewel, audio kwaliteit wordt echt dikke ruk. Maar dat maakt het helemaal niet uit. Jullie zien uiteindelijk wel het experiment en horen het wel een beetje via deze microfoon met een mooie echo. En we gaan doen alsof we een dikke plunge bij zijn. Doe ik het nog steeds, hè? It's Friday. Okay. Nou, dat ding werkt nog steeds. Het werkt nog steeds. Oh mijn god. Ik laat jullie even horen. Horen jullie dat? Kijk hoe nat dit ding is, joh. Waarom is Action spul zo goed? Hoezo is dit zo goed? Ik snap er allemaal niks van. Het klotst hier ook in. Er zit letterlijk allemaal water hier tussenin. Het klotst er gewoon in. En het werkt nog steeds. Het werkt nog steeds! Action kwaliteit is best een kwaliteit, jongen. Die keyboard die voor rood, die heeft ook alles overleefd. En dit ding ook! Het is echt onwerkelijk. Dus ik denk dat het niet echt een probleem is als je bijvoorbeeld een beetje zweet bij sport of zo. Dat zou vast geen probleem zijn. Heb je een plants bij of wil je uiteindelijk onder een waterval lopen? Ook helemaal dikke prima, jongen. Oftewel, deze koptelefoon. De Roseland Active Noise Cancelling koptelefoon. Is het aanrader of niet? Voor 20 euro. Nou, je weet het ook wel. Ik bedoel, het is een dikke aanrader, deze koptelefoon. Als je op zoek bent naar een budget koptelefoon, of voor je kids, of wat dan ook. Dit is echt een supergoeie koptelefoon om uiteindelijk te kopen en gewoon voor je kids te gebruiken. En dat ding is gewoon, net zoals elk spul, zwart, onverwoestbaar. Het is goede kwaliteit. Audio kwaliteit is matig, maar voor 20 euro hartstikke goed. Ja. Top dingetje. Ik krijg het nu koud hier, want ik zit hier helemaal nat en te rillen. Ik denk dat ik nog even nog een keer ga douchen. Ditmaal voor het echi en niet dus voor koptelefoons te testen. Maar ik vond het een leuke test. Abonneer natuurlijk als je meer van dit soort gekke content wil zien. Niet alle video's zullen natuurlijk zo wezen, maar sommige wel even leuk tussendoor. En ik zou zeggen, tot de volgende keer maar weer. Like de video natuurlijk als je het leuk vond. Bulls zijn weer van die type van dat soort dingen. En tjus! Bye bye!